Stel je voor, je rijdt je wagen per totaal en je krijgt 7200 euro minder uitgekeerd dan normaal. Waarom? Simpelweg omdat je net van verzekeraar bent veranderd. Je dacht een slimme keuze te maken met die lagere premie, maar in werkelijkheid ben je een pak geld kwijt. Mijn naam is Gilles de Planke, ik heb meer dan 12 jaar ervaring als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en in deze video leg ik uit waarom het echt een slecht idee kan zijn om van Omnium verzekeraar te veranderen voor je auto 5 jaar oud is. Zelfs als de premie lager ligt bij die andere verzekeraar. Er zijn drie belangrijke factoren om rekening mee te houden bij een Omnium-verzekering. De premie die je betaalt, de vrijstelling bij schade, ofwel dus het deel van het schadebedrag dat er uw lasten blijft, en vooral de verzekerde waarde van jouw wagen, namelijk welk bedrag nu effectief wordt uitbetaald bij een totaalverlies of diefstal. Veel mensen kijken vooral naar de premie van de verzekering, maar dat kan bij een schadegeval grote financiële gevolgen hebben. Laten we die verzekerde waarde eens in detail gaan bekijken. Voor nieuwe voertuigen wordt jouw wagen vaak op aangenomen waarde verzekerd. Dit betekent dat de nieuwwaarde van je wagen de eerste 24 tot 30 maanden volledig behouden blijft zonder afschrijving. Stel je rijdt de wagen binnen die periode per totaal, dan krijg je de volledige nieuwwaarde terugbetaald zonder 1 cent verlies. Vanaf de 25e of 31e maand wordt er door de Omnium-verzekeraar dan gewerkt met een maandelijkse afschrijving van 1% op die waarde. Waarom is dit belangrijk? Zodra de wagen ouder is dan 1 jaar en je overstapt naar een andere Omnium-verzekeraar, krijg je vaak slechts een periode van 6 maanden zonder afschrijving. Daarna wordt er vanaf de 7e maand een maandelijkse afschrijving van 1% toegepast. Dat komt omdat de meeste verzekeraars dit soort lange periodes van 2 of 2,5 jaar zonder afschrijving enkel aanbieden bij wagens die nog nieuw zijn of maximaal 1 jaar oud. Laten we een voorbeeld nemen. Stel je hebt een wagen van 40.000 euro en je rijdt die na 36 maanden per totaal. Als je bij je eerste Omnium-verzekeraar bent gebleven die 24 maanden zonder afschrijving biedt, dan wordt er slechts 12% afgeschreven en ontvang je dus nog steeds 35.200 euro. Maar stel dat je na 2 jaar contract omwille van een lagere premie bent overgestapt naar een andere Omnium-verzekeraar, die echter slechts 6 maanden zonder afschrijving biedt, dan wordt er vanaf de 7e maand al afgeschreven. Na 36 maanden wordt er dus al een afschrijving van 30% toegepast en ontvang je dan nog maar 28.000 euro. Dat is een verschil van maar liefst 7.200 euro. Even een korte pauze. Wist je dat meer dan 80% van de kijkers van mijn video's nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal? Help me mijn missie te bereiken. Ik wil naar 10.000 abonnees. 10.000 mensen van vlees en bloed die bewust omgaan met hun verzekeringen. Ik wil ervoor zorgen dat verzekeringen niet langer iets vaags zijn, zoals een water- of een elektriciteitsrekening. Er zijn zoveel misvattingen en ik maak er mijn werk van om die hier op dit kanaal voor jou te verduidelijken. Abonneer je nu om altijd als eerste op de hoogte te zijn van mijn nieuwste tips en adviezen. In ruil blijf ik hier het beste van mezelf geven om jullie vragen om te zetten in duidelijke en nuttige video's. Ik dank je nu al voor de support. Terug naar de video. Jullie begrijpen het punt. En stel je even voor dat je met een wagen van 60.000 of 80.000 euro rijdt, dan zijn die verschillen nog veel groter. Nu, dit principe geldt vooral in de eerste 5 jaar. Wanneer je wagen jonger is dan 5 jaar, wordt hij vaak op die aangenomen waarde verzekerd, waardoor de verzekerde waarde dus hoger blijft. Zodra je wagen echter ouder is dan 5 jaar, schakelen bijna alle verzekeraars automatisch over naar werkelijke waarde. In dat geval wordt de waarde van de wagen bepaald door een expert op basis van zaken zoals de kilometerstand en de staat van de wagen op het moment van het ongeval. Vanaf dat moment kun je dus eigenlijk gerust verschillende verzekeraars gaan vergelijken, omdat de premie en de vrijstelling dan de belangrijkste factoren worden. Conclusie van het verhaal: zolang je wagen jonger is dan 5 jaar, is het vaak verstandiger om bij je eerste Omnium-verzekeraar te blijven. Zelfs al geniet je bij een andere verzekeraar een lagere premie. Dit voorkomt dat je bij een schadegeval tegen een enorm verschil aankijkt qua schadebedrag dat wordt uitbetaald. Vond je deze video nuttig? Laat zeker een like achter. En als je niets wilt missen over de laatste verzekeringstips en adviezen, abonneer je dan nu op mijn kanaal. Zo blijf je altijd als eerste op de hoogte. Heb je een specifieke vraag of wil je iets weten? Stuur me gerust een bericht op gilles@teamsuur.be en ik help je heel graag verder. Dankjewel voor het kijken en tot snel!